Ik heb echt een verrassing.
De VT doet hier zich vestigd aan Rotterdam. Is een betrouwbaar zelfonderhoudend marketingbedrijf met een gezonde doos pragmatisme. Ze bieden het land innovatieve, logistieke producten, veilige, efficiënte, servicegerichte operaties met aandacht voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. De VT is inmiddels al sinds 1916 in Rotterdam. Toen is ze opgericht en leveren aan gespecialiseerde onafhankelijke service. Niet alleen in Rotterdam, maar door heel Europa. En zelfs al actief in Centraal-Amerika en met name in Panama. De VT, de Verenigde Tankrederij, is gespecialiseerd in het vervoer van blanke en zwarte minerale producten, biobrandstoffen en chemie. Zij bunkeren en vervoeren van brandstoffen en smeermiddelen. Zij bevrachten zeeschepen met blanke en zwarte minerale producten en ook biobrandstoffen en chemische stoffen. En zij zorgen voor de fleet management voor derde. Inmiddels is de Valburg gekeerd voor de kade. Je ziet ook dat het doklocksysteem zit in één kant, alleen al zijn stuurbordzijden. De bankbordzijden zien we het niet. Dus hij zal altijd langzij met haar stuurbordzijden langzij het zeeschip moeten gaan. Zodat nou een Europoort doet of hier in het Rotterdam. Zij kan zich in ieder geval zo snel mogelijk vastzetten aan het schip en tijd is geld. Tegenwoordig komen zeeschepen binnen, gaan ze ook heel snel weer weg. Soms wel een paar uur dat we de zeeschepen Rotterdam bezoeken. Er komen op een dag best wel veel zeeschepen Rotterdam binnen, zo'n 75. En er gaan ook zo'n 75 weer naar buiten. Nou, je ziet op het voorschip ziet ook een giet staan, een soort laafboom. Daaraan zitten allemaal slangen en kom, want als het goed is zal de schipper van de Valburg ook die giet zo gaan breken. Dan kan je zien dat de giet helemaal omhoog gaat, zodat hij de slangen over kan zetten op het zeeschip. De zeeschip is nu eenmaal een stuk hoger dan het binnenvaartschip, de bunkerboot die de Valburg is. Dat duurt wat later geleden, dus de slangen die moeten naar boven. En om die slangen niet helemaal met touwtjes vast te zetten en omhoog te krijgen, hebben ze een hele mooie grote bunkerkriek. Nou, op dit moment wordt dan niet de giet meer bewogen, maar je ziet nogmaals de voormast, dat hij daar, die kan hij vanuit sturen gewoon bewegen. Dus als het schip aan moet varen bij de brug, kan hij hem gewoon laten zakken en dan onder de brug nog gaan. De laadboom wordt op dit moment dan niet bewogen, de giet. Je ziet hem wel op het voorschip staan, dat is die lange zwarte giet die dan naar achteren bij zijn schip staat. Daar zitten de slangen aan vast. De bewegingen van het doklocksysteem zien, dat kun je ook helemaal vanuit de sturing te doen. Daar hoeft niemand te plaatsen. De schipper die manoeuvreert het schip langzij de zeeboot. En zal dan vast gaan liggen. En binnen enkele minuten ligt hij dan ook helemaal vast. Ja.